draait u nu dus op een van de lichtste versnellingen. De laagste snelheid. En dan kunnen we gewoon met deze shifter zwaar starten. Tijdens de wedstrijd. Het gaat nu nog niet soepel, omdat deze motor gewoon niet krachtig genoeg is om snel om te draaien. Nou, goedemorgen. Welkom hier bij de werkplaats van groep 2. De vraag waarom deze eigenlijk afgesneden zijn, dat was omdat we eerst, ook met omdat die laag niet goed vast konden gemaakt werden, dachten we, we zetten deze allebei met door middel van lijmklem zetten we die vast en dan spannen we ze zelf. Maar dat het bleek helemaal niet ideaal te zijn, dus hebben we ervoor gekozen om het op de plank vast te maken. Heel veel wrijvingen op. Ja. En ook ja, zoals oude tandwielen, oude ketting, we hebben nogal ingesmeerd van tevoren. Ah, alleen rendement van 25%. Ja, we hebben van 10 tot 10. Ja. Hier ook de gewichten heel gering. Want het moment als we hier veel gewichten zouden hangen dan in dit lage huisje, dan zouden ze doorbuigen en dan zou het niet meer, dan zou helemaal geen resultaten meer krijgen. Ja, de rotor. Wat hebben we hier aan gemeten? We hebben onderzoek gedaan naar de rotorconstante. En ja, die rotorconstante kwam er tegen in een hele hoop publicaties over windturbines. Die constante die zegt heel veel over de prestaties van een bepaald type rotor. Ja, ik heb even uitgeschreven hoe dat dan wordt gedefinieerd. Je hebt het vermogen wat maximaal beschikbaar is in de wind. Dat wordt geschreven door een half rho, de luchtdichtheid, maal de oppervlak van de rotor. Dat is in dit geval niet het oppervlak van het blad, maar van de hele rotor in zijn geheel. Dus de cirkel. En de v, de windsnelheid, tot de derde macht. Nou, omdat die rotor natuurlijk niet alle beschikbare energie omzet in mechanische, elektrische energie of wat dan ook, komt er nog een dimensieloze constante voor, CP. Ja, en dat is dus eigenlijk een soort efficiëntie van de rotor. Nou, hoe hebben we dat hier zie je dus eigenlijk dat je die kan vinden door de het vermogen van de rotor te delen door het beschikbare vermogen. Nou, hoe hebben we dat gemeten of getracht te meten in deze proef? Dat is door middel van de Pronic Break. U ziet hier de rotor met een as, een lager en aan de andere kant de Pronic Break. En dan zullen we afsluiten met de vragen die u heeft. Dan zal ik hem gelijk doorpakken met ons windtunnelonderzoek. Wij hebben voor ons windtunnelonderzoek 3 verschillende modellen gebouwd. Eén model is deze, gebaseerd op het LUTS-profiel, ook gebruikt door de Waser. Dat is de onderzeer die in de gang staat bij Medemblik. Dit is dus het model, wat nu in de windtunnel zat als laatste. Dat is het Waser-model, daar hebben we mallen van liggen hier, ja. Binnen Medemblik en ook op de Nieuwe Haven. Dus dat was... Ja, dat was haalbaar. Ja. Uiteindelijk is gebleken dat ook dat niet uitvoerbaar is door de Nieuwe Haven vanwege allerlei omstandigheden. Dus er zal geen kap komen, helaas. Maar we zijn er wel achter gekomen dat dit van de modellen die we nu hebben van de race. Dus het bereik is een paar honderd meter? Ja, dus dat ze voor mij ze dadelijk ook zien in de demonstratie. Als ze dan het testje geven. De ontvanger is op het moment aangesloten op de oscilloscoop. Dan, na die 20 keer, is eigenlijk bedoeld om de ontvanger wakker te schudden. Die werkt dan van, oh, ik moet wat gaan doen. Dan volgt een grote puls, een syncpuls, een synchronisatie. Dan weet de ontvanger ook van, oké, hierna, dan komt mijn data. De modellen laten zien en de stroomstroom laten zien van de verschillende modellen. Daarna zijn we naar de demo ICT hier gegaan. Als eerste de Arduino, wat is een Arduino? De IR sensor op het wiel en de rotor. In ieder geval heeft het een type rotor. En uiteindelijk de download. Het stuur is vastgezet op de frame.
En daarvoor is dus eigenlijk zoveel mogelijk kracht nodig uit de wind. Wat een boorwiel is, dat werkt met een schroefdraad en dat kan maar één kant op draaien. Dus alleen als de rotor draait, draait ook de ketting, zeg maar.